Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je Celine's tiramisu moet maken. Wat hebben we nodig? Eiwit, eigeel, suiker, sterke koffie, amaretto, mascarpone, lange vingers, speculoos en cacaopoeder. We beginnen met de koffie. Dus we maken 3 sterke tassen koffie. En nu maken we een mengeling van de koffie met de amaretto. De volgende stap dat we doen is eigenlijk, we pakken onze dooiers in een mengkom. Ze voegen ons suiker eraan toe en nu gaan we alles gaan opkloppen tot een homogene massa. Onze dooiers die zijn mooi opgeklopt. Nu gaan we onze mascarpone er mooi onder spatelen. De volgende stap dat we doen is eigenlijk ons eiwit opkloppen. Daarvoor nemen we een propere mengkom. Heel belangrijk, de mengkom moet echt vetvrij zijn, want anders ga je eiwit niet heel mooi omhoog komen. Dus we doen ons eiwit erin. Van ons eiwit rustig gaan opkloppen op stand 6. Als ons eiwit 3/4 opgeklopt is, dan gaan we ons suiker aan toevoegen. Voilà, ons eiwit is 3/4 opgeklopt. Nu gaan we de suiker eraan toevoegen. Heel voorzichtjes, niet in één keer. En gaan we hem nog voor 1/4 laten opkomen. Ons eiwit die is mooi stevig. En nu gaan we onze ruban met onze mascarpone gaan mengen onder ons eiwit. Alles is mooi doormengd. Dus we hebben een heel mooi luchtig tiramisu beslag. We nemen nu 2 glazen kommetjes. Hier hebben we speculooskoekjes. We hebben onze mengeling van koffie en amaretto. En dan gaan we de koekjes er rustig laten in weken. De koekjes die hebben we nu 1 minuutje er laten in weken. En die kunnen we nu mooi onderaan het bordje leggen. We doen er wat beslag op. We nemen enkele lange vingers. We doen juist hetzelfde. Er wat beslag op. We nemen de speculoos. We leggen de speculoos erin. De koekjes zijn eigenlijk goed. Als de koekjes lichtjes broos worden, je ziet dat, als je daarop duwt met je vingers, dat lichtjes broos. Dus eigenlijk alle koffie en amaretto zit eigenlijk in de koekjes en dan zijn ze eigenlijk goed. De potjes die gaan nu in de koelkast voor minstens 12 uur. Dus dat is eigenlijk ideaal als je thuis een banketje hebt of mensen die komen eten. Dat is een makkelijk dessertje. Je kan dat de dag voordien maken, je haalt dat eruit en je hebt daar praktisch geen werk aan. De tiramisu die is nu mooi opgesteven. Die heeft 12 uur in de koelkast gestaan. En nu gaan we de tiramisu gaan afwerken met cacaopoeder. We nemen een fijne bolzeef. We nemen cacaopoeder. Dat ik op een rustige manier met de lepel mooi zo de cacao gaan verdelen over de tiramisu. Celine's tiramisu. Super makkelijk, lekker dessertje. First class, zeker lekker. Tot de volgende keer en smakelijk.